iemand om het Taksimplein te bereiken. Veel mensen vinden hem de beste Formule 1-coureur ooit, Ayrton Senna. Precies 20 jaar geleden kwam de Braziliaanse sportheld om het leven tijdens een race. Hij vloog uit de bocht, botste tegen een betonnen muur. Zijn dood leidde tot veiliger auto's op het circuit, maar ook daarbuiten. Familie, collega's en duizenden fans van de coureur zijn naar het Italiaanse racecircuit van Imola gekomen om Senna's fatale crash te herdenken. Ik heb hem namelijk moeten zelfs gaan zeggen. Gewoon een week al op politie. Iedereen daar zit hebben ze ervan. Op het circuit sloeg Senna 20 jaar geleden met meer dan 200 km per uur tegen het beton. Hij was op slag dood. De betonnen muur is er niet meer, wel een hek. Fans hebben er bloemen en vlaggen opgehangen. Senna was de beste. Daar zijn ze het hier allemaal over eens. Per tutti noi tifosi non era solo un pilota eccezionale, ma anche una persona di uno spessore superiore. Senna's familie vindt de beelden van het ongeluk nog altijd te pijnlijk en wil niet dat ze nog worden uitgezonden. Niet alleen bij hen, maar in heel Brazilië kwam Senna's dood hard aan. Hij was dé sportheld van het land en kreeg een staatsbegrafenis. Maar zijn dood zette meer in beweging. De auto-industrie voerde crashtests in om de veiligheid van inzittenden te vergroten. The really significant thing about Senna is that that was the catalyst for change on the roads. That's literally, without question, saved tens of thousands of lives. De spelers van Senna's favoriete voetbalclub Corinthians brachten gisteravond al een eerbetoon aan hun held door op het veld zijn helm op te zetten. Later vandaag zal Senna ook nog in Brazilië worden herdacht. Tijd voor het weer, Renier van den Berg.